Oh, ik moet weggedaan, zoals meneer Van Hoes weggedaan. Huh? Is dat met... Wat? Welkom bij een nieuwe Let's Play. De tijd is weer geweest. Yay. En ja, ik ben net online. Echt net was. Ik weet niet of de server al lang online was of niet. Maar ja, ik ben nu dus online. Yay. En ik ga eerst kijken of ik de Morned races kan doen. Want kijk, zoals hier zegt. Zoals Sherlock Catfield hier zegt. Kun je de Morland races doen? Ik niet. Dan draait mijn SSO uit. En dan zegt start SSO opnieuw op. En dat heb ik gedaan. En nog steeds doet hij het niet. Echt raar. Dus, ik ga nu even kijken of dat bij mij ook zo is. Ik denk van wel. Maar ik weet niet. Ik ben daarom ook pas net online. Dus dan weet ik dat ook nog niet. Maar ik ga het even proberen met een race. Oei. Oké. En als ik dan uitval, dan merken jullie het snel genoeg. En dan weten we het ook meteen. Dus ja, laat ik maar starten met dit raceje. Volgens mij kan ik ze gewoon doen. Oké, deze kan ik dus doen. Ik ga nou even kijken of ik de ander kan doen. Maar dan moet ik even wachten. Mag ik kijken of ik dansrace kan doen. En dan zeg ik wel. Of ik kan of niet. Nee. Oké. Deze. Ik kan ze gewoon doen. Oké, even test. Ik kan ze nu stoppen, dus het duurt een beetje. Oh, wacht, ik kan ook gewoon dit doen. De, had ik het eerder moeten bedenken. Ja! Yo, je meent het. En deze. Kan ik die ook doen? Oh, nee, die kan ik dan weer niet doen. Oké, hij was dus uitgevallen. Zoals je zag, dus kan die races niet doen, blijkbaar. Maar, wat ik wel kan is... naar de Gouden Heuvelvallei en naar de ijsschots waar ze het over hadden in de update. Die was al een keer geweest, maar nu blijkt die nu nog een keer te zijn. En dat lijkt me echt wel leuk. Dus ik wil het zien. Laten we even naar de rijhol gaan. Zo. En dan gaan we rennen. Ik zit even al mijn WhatsAppjes terug te lezen. Ik had er iets van 1206 in 12 gericht. Omdat ik gewoon geen internet meer had op mijn mobiel. Maar nu heb ik weer internet, dus. Ik heb ook weer WhatsAppen en zo. En al die soy shit, ja. Kan ik dan weer gewoon doen. Daarom was ik net even stil. Oké. Ik weet niet, het kan ook zijn dat ik naar de vergieten velden moet om op die ijsschots te komen, maar in het nieuws stond dat ik naar de Gouden Heuvelvallei moest. Dus dan gaan we eerst maar even naar de Gouden Heuvelvallei. Ik ga alsnog even het nieuws bezoeken op mijn mobiel. Wacht, ik heb het al. Laat maar. Ik heb niks gezegd. Hier, log in op het spel na de update van vandaag. En ga naar het Wisto Pestkaart om het uit te zoeken. Dus. Dat lees ik nu net van de site van. Dus. Ik moet naar Wisto Pestkaart. En dan hoop ik dat ik er. Je hebt Wisto
bij Skaap op kan komen. Maar dat zien we zo wel. Nee. Soms. Ik ben mis, maar oké. Okay. Waar is die ijsschots? Even zoeken hoor. Want ik heb geen idee waar die ijsschots zit. Oh, hier was die ergens hier. Oh, bloep, Skype. Waar is die ijsschots? Oh, daar. Vorige keer was hij hier ergens. Maar ja, het zal wel. We gaan eventjes op zoek naar zeehondjes. Heb ik zeehondje bij me? Nee, ik heb geen zeehondje bij me. Hoe durf ik? Oh, dan kan ik volgens mij via hier door. Ah. Oh, kijk, twee manieren. Oh, de een zit voor tasjes. Oh nee, kleertjes. De beste winkel in de Dinovallei. Sinds wanneer zit de Dinovallei? Oké, het zal wel. Nee. Niet echt mijn stijl. Laten we eens eventjes gaan kijken. Zeehondjes. Oh, het is gewoon hetzelfde. Oh, maar die sleeve. Deze. Nee, maar met dat zwart-wit alleen kostte weer 50. Deze is natuurlijk nieuw. Of niet? Maar 50 is heel veel voor een zeehondje. Vind ik. Maar ik vind die en die wel schattig. Nou ja. Laten we de ijsschots even verkennen. Ja, verkennen. Jee. Ijsschots. Yes. Oei. Mooi uitzicht. Oh ja, we kunnen daarop. Oh wauw. Daar ga ik hoor. Daar gaan we. Oh nee, 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 nee. Wauw. Nog een keer proberen. Loop. Skype alweer. Ik heb geen idee of jullie het horen. Ah, nee, 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 nee. Verkeerde knopje. Oh, yes. Nou, kijk. Nu staan we op de ijspegel. Yay. Kijk. Daar is Jorna heen. Ja, ja. Weet ik zomaar. Nee, je ziet gewoon dat het Jarlheim is. Wat ga ik weer goed, zeg. Snel, rennen, rennen, rennen. Rennen. Ah, hier. Hier kan ik ook heen. Oh wauw, dat is echt op de hoogste berg. Ha 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 ha. Doe ijsberg dan. Ja, 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 ja. Snap het wel, hè? Oh wauw. Ik ga weer zo goed. Ik ben zo slim aan het doen. Zo handig ook. Wauw. Oké, wat was er nog meer? Oh, een nieuwe clubname. Dan kunnen we daar niet naar kijken, want ik ga niet naar het PPR. Even kijken hoor. Nou ja. Het winkelcentrum heeft nog nieuwe kleren. Mijn moeder kwam alweer binnen. Voor dezelfde keer in de Let's Plays. Maar goed. Naar beneden. Yay. Vrijval. Oh, chips.
Dan maar weer via de saaie weg. Ugh. Waar moet ze nou weer verpest? Ah, nou ja, dan gaan we maar naar het winkelcentrum, denk ik. Liep. Weet je, piep, 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 piep. Doei, ijsgods. Doei, doei. Oh, het is ook nu credits. Alleen daar ben je blij mee. Nee, daar ben je niet. Oh, nee, nee, chips. Waarom druk ik nou op afsluiten? Ik wil me niet afsluiten. Ik wil de paardentaxi bellen. En dan ga ik ondertussen met zakjes. Deze. Mm. Ah, nee. Ja, winkelcentrum. Dat ging ik doen. Oh ja. Perfect. Nee, ik ga eerst mijn paardje nemen, dat is zo saai. Eerst even eten kopen. Gaat hij weer remmen? Zo, klaar. Nou, ik verzorg het later wel. Ik heb dan in ieder geval wat eten gekocht. Spring. Oh ja, en Britt is weer naar school. Britt moet weer naar school. En ik heb nog een week. Nou ja, het is echt mijn laatste week vakantie. Dus ja. En zoals ik al zei, morgen en vrijdag, donderdag en vrijdag dus. Komen er geen let's plays online. Zaterdag nog wel, denk ik. Alleen donderdag en vrijdag niet. Ook geen muziekvideo's of wat dan ook. Want ik ben er dan niet. Omdat ik naar bruiloft moet. Yeah. Want morgen gaan we de hele dag naar Groningen reizen. Met, en dan gaan we op daar op, met de auto, ja. En dan gaan we daar op camping staan. En dan volgende dag is de, en vrijdag dus, is dan de bruiloft. En dan... een hele lange bruiloft. En dat duurt nogal lang, denk ik. Dus ik weet ook niet wanneer ik thuis kom. Vrijdagavond of thuis kom of zaterdag. Dus ik ga sowieso Britt vragen om mijn paarden te verzorgen. Dus dat komt helemaal goed. Maar ja, dan weten jullie dat ook weer. En dan gaan we nu even de bus nemen. Oh nee, hij is net geweest. Nee, hè. Oké, ik kom wel weer terug als de bus eraan komt. Tot zo. Oké, de bus is er weer. Yay. Daar gaan we. Hey, Tiffany. Ga je ook met de bus? Wil je ook naar het winkelcentrum? Nou, wat toevallig. Ik ook. Oh, mijn geluid van de mobiel is irritant. Oké, daar gaan we. Eerst maar even hier kijken. Zoals jullie weten, weet ik nooit wat er nieuw is. Dus ja. Maar, ach joh, boeien. Oh. Dat is mijn broer. Oh, die zei dat mijn boeken eraan kwamen. Of er aan waren gekomen, maar is voor... Oh, ik word er gek van. Nee! Nee! Ik ben er zo weer. Oh, ik ben er weer. Eindelijk. Gek van. Oh, ik word er echt gek van. Ik kan hier normaal een let's play opnemen of ik word alweer onderbroken. Wat is dit nou weer? Voor zadel. Of ik bedoel dekje. Oké, dit is een paars zadel. Het is geen zadel. Het is een dekje. Oké, vreemd. Een sorbet zadel. IJsjes zadel. Haha, lol. Oké, oh wacht. Is deze ook nieuw? Volgens mij is deze ook nieuw.
Als het, ja. Ik heb geen idee wat er allemaal nieuw is. Is het mobiel uitzetten? De batterij was wel leeg. Nou, nah, niet echt leeg, maar ik gebruik hem niet. En dan gaat de batterij leeg, terwijl ik hem niet gebruik. Oh ja, mijn telefoon. Ja, nou ja. Ik heb deze telefoon. Ik heb een nieuwe telefoon van mijn tante. Ja, dat is eigenlijk gewoon een mo oude mobiel van mijn tante. Heb ik gekregen. Alleen ze rookt, dus mijn mobiel raakt nu naar. Of nou, stinkt heel erg nu naar rook. Dat is het enige nadeel, maar voor de rest, het is de Galaxy S4. Nee, ja, Galaxy S4, ja. Dus het is best een goeie. En ik moest harder praten. Eigenlijk, maar ja. Ik weet niet waarom jij mij eigenlijk niet verstaat. Ik probeer wel harder te praten. Nananana, praten, praten. Ja. Mijn geluid staat op zijn allerhardst, dus. Ik probeer zo hard mogelijk te praten. Maar als er mensen binnenkomen in mijn kamer, dan kan ik moeilijk harder praten. Snappen jullie ook wel, denk ik. En moet ik ook zo'n nieuw opnemen? Hè, mijn moeder kwam weer binnen. Dus ik ga de Let's Play zomaar afsluiten. Denk ik dan. Maar. Geen idee. Ik vind mijn ogen zo eng. Sorry. Ik red jullie even van mijn enge paarse ogen. Mijn hele enge paarse ogen. Ja. Sorry daarvoor. En ik praat weer niet hard, maar ik ben bang dat mijn moeder weer binnenkomt. En dan moet ik weer zo gaan praten. Ik ben zo gek van. Het is niet dat ik dit stiekem doe of zo, maar. Ja, het is gewoon vervelend als je moeder binnenkomt in een Let's Play. Snappen jullie vast dan? Dus ja. Jullie hoorden me net ook schreeuwen tegen mijn vader. En mijn moeder kwam binnen omdat ze mijn boeken wil kaften. Dus ik hoef dat zelf niet te doen. Mijn moeder vindt dat leuk om te doen, dus dan laat ik dat wel ook lekker doen ook. Oh ja, ik kijk eventjes. Zo eventjes hoe duur die helm ook weer was. En hoe duur de schoenen waren. Van het cupcake setje. Dit cupcake setje, weet je wel. Even kijken. Waar staat die? Deze denk ik. En dan die. En dan deze. Oké, schoenen. Zwart schoenen volgens mij. Ja, hier. 57. 70. En die helm. 27. 5. Dat wordt even sparen, denk ik. Wacht heel eventjes. Ben zo weer terug. Oké, ik moet dus 85, 20 euro sparen. Dus. Zoveel. Hey, voor degene die het niet snapte. Natuurlijk snappen jullie het wel. Jullie zijn niet doen. Ik kijk, ik ga op de roltrap rennen. Of ik bedoel lopen. La 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 la, ik loop op de roltrap. Het is heel normaal hoor, de roltrap lopen. Daar gaan we rennen. Daarin. En dan ga ik zo. Het is alleen maar afsluiten. Ik moet deze hebben, denk ik. Ja. Ik koop eigenlijk nooit iets. Wat is zo'n pootje of zo? Ja, niet die. Die en die. Okay.
En dan deze erbij, denk ik. Geen zin om het allemaal te betalen. Geen zin om stervers uit te geven. Zegt. Daar hou ik niet zo van. Alleen een paar ervan. Maar dat is logisch. Ik heb niet veel sterkers, dus als ik nou zoveel sterker zat als Britten, kon ik al wat uitgeven. Maar ja, helaas heb ik niet zoveel stercoins, dus dan kan ik het ook niet uitgeven, helaas. Maar goed, dit was dan een soort van de let's play, want ik zou niet weten wat ik nog moet doen. Dat van die graphics, ja. Dat werkt niet voor mij, want dat is denk ik, dat is wat ik denk, is dat beeldkwaliteit dat helemaal zo moet. En dat je het dan opnieuw moet uitloggen. Ja, hier kijk. Gemaakte veranderingen zijn pas zichtbaar als je het spel opnieuw opstart. Dat heb ik dus gedaan, maar er verandert net niks. Dus ik weet niet wat het allemaal is, maar goed. Nou ja. Dit was de let's play. Oh, ik heb mijn hoed weggedaan, zoals ik heb mijn hoed weggedaan. Huh? Is dat met... Wat? Waar is mijn hoed? Ik kom mijn hoed terug. Oké, nou kijk op. Nee, die wil ik niet. Ga weg. Ga weg. Dank je. Precies. Ik heb moed terug. Oké. Nou ja, tot de volgende keer. Like, abonneer, reageer en dat soort shit. En dan zie ik jullie graag bij de volgende Let's Play. Doei!